Jongens, hadden jullie ook het geluk om met de beta aan de slag te gaan van Tom Clancy's The Division, de gesloten beta, wel te verstaan? Ja, we gaven codes weg, maar natuurlijk wat Peter en ik als eerst deden was gewoon, voordat we die codes weggaven, zelf even twee stelen. Dat is een grapje hoor. Anywho, The Division, het was een beta van een aantal dagen. We konden een stukje van New York verkennen. Tom? Manhattan. Manhattan. Ja. Wat, what up? Positief gesteld. Ja? Ja, nee, ik had mijn twijfels over The Division. Sinds die trailer daar in LA verscheen had ik zoiets van wauw, oh my god, The Division. Hype, 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 hype. Concept, hype, uitwerking, minder hype, want Ubisoft game. En dan heb je nog wel eens dat de trailer zo vet is en het uiteindelijke product een beetje tegenvalt. Ja. Maar nu met die beta dacht ik, nou, in ieder geval de uitwerking zit ook goed en het concept ook al. Dus ik dacht, jee, ik heb er wel weer zin in. Oké, okay, nou ja, grafisch gaat de game het niet halen bij wat we 2 jaar geleden hebben gezien op de E3. 2,5 jaar geleden inmiddels. Alsnog heel erg mooi, het is alsnog heel erg mooi. We hebben het allebei PC gespeeld, daar was het magistraal mooi. Magistraal mooi. Ja. Mijn CPU brandde wel een klein beetje weg, wat gek is, want ik heb een overkill koelingblok. Dus misschien nog wat optimalisatieprobleempjes, maar verder 4K, oneindige frame rate, heel veel ambient occlusion, visuele effecten. Ja. Dus het gaat wel echt een mooie game worden. Dat absoluut. En wat ik het tofste vond eigenlijk aan de hele game is dat hij voor een MMO heel erg niet MMO-y voelt. Het maar is ook wel weer een beetje wel. Het is MMO-y met shooter-elementen en een shooter met MMO-elementen. Nee, ja, ik ga je daar toch even nee, stoppen. Daar ben je niet mee. Het hele woord elementen mag je er voor mij van uithalen. Het is gewoon een MMO. Ja, oké, okay, dat vond ik dus ook. Er zit een autoloopknop in. Dat is echt meer MMO dan dat kan het niet worden. Druk eens op X, mensen, serieus. Dat is autolopen. Nee, ik vind het wel meer shooter dan MMO, maar je merkt wel heel erg veel die elementen van MMO. Sorry, ik zeg weer elementen. Nee, je mag wel elementen zeggen. Ik bedoel, ijzer. Maar vuur, water. Is ijzer wel een element? Ja, nee. Ja, periodiek is het. Nee, ook niet. IJs, okay. Ja. Maar het is gewoon een MMO, maar een goede MMO, omdat die voelt als singleplayer game. Heel erg, als je de wereld instapt, denk je cutscenes. Cutscenes, je eigen ervaring, je eigen locaties die je zelf moet upgraden, maar dan wel in een soort open wereld waar je iedereen tegen kan komen en op kan teamen of tegen andere mensen kan vechten. Ja, en dat de medical post die je kan upgraden en al die shit die je kan upgraden. Grinden. Dat geeft heel erg, ja, maar ja, dat maakt heel erg een MMO. Maar het is wel heel erg, je hebt het idee, ik doe het zelf. Dat is ook echt voor mij, weet je. Ik ga een verschil maken hier in de Division. Ja, nee, dat klopt ook wel. Ja. Ik ga dividen, Manhattan. Ja. Ja, snap je? Ja oké. Okay. Nee, maar je hebt gelijk. Je hebt die area's dat je denkt van, oh ja, ik wil een medical wing upgraden. Dus dan moet ik medical supplies gaan vinden. En ik moet misschien mijn wapens een beetje gaan upgraden. En ik ga daar en daar missies daarvoor doen, zodat ik dat allemaal weer sneller kan en zo. Daarin zit wel een soort van singleplayer ervaring. Maar uiteindelijk komt het wel gewoon aan op een heel groot online te spelen compartiment. En met ik moet ook zeggen, ik heb het niet alleen gespeeld. Ik heb alleen maar met Robin en met Reggie heb ik gespeeld op stream. Jij kent mensen, I've got my connections. Schrijf twee namen uit. Ik vond het komt wel meer tot zijn recht als je samenspeelt. En absoluut. Het wordt ook, vooral het begin wordt ook gewoon makkelijker als je samenspeelt. Absoluut. Want daar draait het uiteindelijk om toch wel dat je, want het is natuurlijk, ja, we zeggen wel MMO, maar het zit ook een beetje in die RPG. Stel dat jij je eigen rollen en klassen kunt gaan maken. Dus je hebt je eigen skill tree, je pakt een paar skills waarvan je denkt van nou die passen bij mij. Ik ga een wapen pakken, wat past bij mij. En zo maak je een beetje je eigen klassen. En dat komt helemaal tot z'n recht als je met andere mensen speelt die dan weer juist andere klassen pakken en samenstellen. Zodat je samen een beetje, ik pak een shotgun, jij pakt een sniper, ik ga erin rennen, jij blijft een beetje achter en zo. En dan die takenverdeling vind ik zo vet, serieus. Doe het qua gast. Ik had een schild als gadget. Die gadgets, daar ben ik sowieso echt super hyped voor. Ja, ook weer zo'n skill tree waar je doorheen moet. Ja, natuurlijk. En we moesten een escalator op ergens in de dark zone. En daar was geen protectie, geen muren. Ja, nee. Dus ik zeg, kom op guys. Door mijn schild komt zo schietend zo naar boven. Een andere guy doet een puls en ja, zo. Ja, ik ging dood. Maar die gasten hadden wel gewonnen. Ja, nou ja, oké, dus dat is wel, jij hebt toch wel die takenverdeling. Ja. Ik vind dat persoonlijk heel erg vet. En daarin is de game heel erg sterk. Waar ik wel eigenlijk weer een kanttekening bij heb, is dat het samenwerken en het schieten en verkennen en scouten, dat is top. Maar het schieten als gameplay mechanic, ik vind het heel raar dat het is een Tom Clancy game. Alles is realistisch, alles is tactisch, de AI is slim. Maar als je iemand door het hoofd poft, gaat hij niet dood. Nee. Weet je, dan zie je zo'n bandiet met een beanie zoals ik heb op en dan knal ik zo'n shotgun kogel door zijn hoofd heen en dan zegt hij van auw, maar rent hij wel weer door, weet je wel. Ja, het is echt, dat is dat MMO-element, dat je wel weer even moet wennen van, oh ja, het is niet
Het is wel een realistische shooter. Wat is de oplossing? Er is geen oplossing behalve dat je dan duizenden mensen tegen je hebt. Wat ook weer niet realistisch is, want het gaat om een virus dat de stad is uitgewiped natuurlijk. Ja. Dus, ja. Wat, ik bedoel, hoe had één shot, één kill, dan is het echt te makkelijk. Ja, oké. Okay, en het is sowieso al makkelijker als je met meerdere mensen speelt. Dan natuurlijk helemaal als dat zo zou zijn. En het is, ik zeg ook niet dat het compleet fout is, maar het was voor mij wel even wennen. Want ik vind eigenlijk... Tot dusver vind ik bijna alles aan die game vind ik leuk en plezierig en het voelt goed. Maar dan is het zo jammer dat alles zo realistisch en ruig en gritty aanvoelt. Maar dat gewoon iemand door zijn brein heen klappen dat er dan geen kill is. Dat is gewoon even wennen. Ja, het is ook gewoon een MMO. Ja, het is ook een MMO. Autoloopknop, RPG, tree, maar je loopt niet online. Door elkaar heen, dat is wel fijn. Nou, je springt wel door elkaar heen als je dezelfde animaties doet. Dat viel me dan wel weer op. Dat is wel een beetje... beta. Ja, beta. Maar ik vond dat de wapens niet zo lekker deden. De recoil. Ja, de recoil is er wel, maar het is niet... Weet je, zoals je in een echte shooter, een Call of Duty, heb je echt... Weet je, dat miste ik. Ja. Dat is te... I don't know, te BB-gunnerig. Ik snap wel wat je bedoelt, maar toevallig was mijn eerste wapen was zo'n M4 of een M16. En die schoot alle kanten op. Dus ja, de recoil is er wel, maar... Heb je met Destiny, heb je dat ook. En ik snap, dit is geen first-person shooter, maar met Destiny had je direct het idee van elke kogel die ik schiet, dat is iets. Ja. Dat is BAM! Er is meer impact. I guess. Ja, nee, dat snap ik op zich dat wel. Dat vond ik jammer. Maar dan kunnen ze nog tweaken. Dat wat jij zegt is niks aan te doen. Dat nee, is gewoon nee, met nee. MMO's. Wat ik zeg, kun je gewoon wat te doen met Magic Studios. Ja, zijn. Neem een voorbeeld aan Battlefield, waar eigenlijk de wapens altijd heel ruig aanvoelen. Dus dat zou inderdaad wel een beetje meer die geïmplementeerd worden. Die zitten bij jullie om de hoek, die zitten ook in Zweden. Ga eens langs. Serieus, ga eens langs bij DICE. Die weten hoe een geweer voelt, man. Zo'n spas shotgun. Maar verder ga ik me verliezen in de Division, dat weet ik nu al wel. Nee, sowieso. Ik voel heel veel voor dat coöperatieve, samen een beetje door die straat heen wandelen. Pakken we deze missie? Laten we die mensen stikken, geef jij een medkit of weet je, het voelt goed. Het schijnt dat er al in de Dark Zone groepen van 12 zijn ontdekt. En dat is heel vet, maar het is wel echt super eng. Ik liep met 2 gasten. En toen zagen wij liever dus gewoon met z'n drieën. En toen zagen wij dus 6 gasten. Nou ja, hallo. Ja. Daar kun je dus niet van winnen. Nee, ik heb wel echt het moment gehad dat je echt mensen onder schot uit. Ja, ik probeer mijn loot nu. Doe het, Kai. Kappen. Dat voelt zo goed aan de Dark Zone. Maar wat als je tegen groepen van 6 zit? Ik bedoel, je moet wel echt. Laten we, je moet je wel echt uniten. Gamers editors. Ja. We gaan een clan starten. We gaan met z'n allen continu gaan we elkaar helpen. En wij zijn Games It Is Love, Games It Is Life. Dus we schieten niemand tenzij ze met ons fokken. Niet met ons fokken? Niet doen. Ik heb backup, jongen. Ik heb overal... Nee, niet hierachter. Maar er is wel iemand die... Mijn neef. Ik kan hem bellen. Hij... Pas op, jongen. Als je met ons fokt, jongen. Ik bel mijn neef. Ik ben stoked voor de game. Ja, ik serieus ook. Was een beetje sceptisch. Nu niet meer. Ik ben er wel van overtuigd dat het iets gaat worden. Mits je kan leven met een beetje MMO en een beetje shooten. Het is fucking MMO. Maar goed, 8 maart komt hij. En tegen die tijd kun je bij gamersnet.nl heel veel content, maar natuurlijk ook de review en de video review zien hier op gamersnet.nl. Kom lekker meespelen. Dat is ook leuk. Anders zijn we zo eenzaam in de Dark Zone. Leuk dat je gekeken hebt naar de preview van Tom Clancy's The Division. Het was leuk om te doen. Jongens, laat even een likeje achter als je er ook zin in hebt in die game. Of als je de preview toevallig heel informatief vond. We moeten dit wat vaker doen. Dat we gewoon zeggen van, yo, hey jongens, we willen groeien. Volg ons even, like ons even. Vergeet niet, je kunt hier beneden ook doorklikken naar Twitter en naar Facebook. Die hebben we ook. En hey, vergeet het niet, als je op mijn gezicht klikt, dan ga je naar gamersnet.nl. Dikke prijsvragen, allerlei andere previews, geschreven content, alle nieuwtjes. Supergezellige website, kom eens langs. En geniet van de games samen met ons. De ballen.